Module 4, de Kogen, is ruim 2 kilometer lang en loopt van de bedijkte Waal tot Schardam. Binnendijks wordt het gebied gekenmerkt door waterplas de bedijkte Waal, een overblijfsel van een dijkdoorbraak in het jaar 1675, en landbouwgrond. De dijk heeft ter hoogte van de bedijkte Waal een sterke kromming, een zogenaamde kaap. Buitendijks liggen de voorlanden de Rietkoog, onderdeel van Natuurnetwerk Nederland, en de Floriskoog. Op het meest zuidelijke stuk vind je het gemaal Zeemantel en de Hoornsluis. De dijk is in deze module afgekeurd op binnenwaartse stabiliteit en buitenwaartse stabiliteit. Op sommige plekken is de dijk niet hoog genoeg. Om dit deel van de Markermeerdijken weer veilig te maken, is gekozen voor 4 verschillende versterkingsoplossingen. Bij de aansluiting op de oeverdijk komt een buitenwaartse asverschuiving. Een deel van de huidige dijk wordt afgegraven en de kruin van de dijk schuift naar buiten toe op. Bij de kaap is gekozen voor een kruinverhoging naar buiten toe. De steenbekleding wordt weggehaald en later teruggeplaatst in de kaap. De bedijkte Waal wordt gebaggerd en aan de oostzijde van het meertje leggen we een tijdelijke steunberm aan om te zorgen voor voldoende stabiliteit voor de weg en de dijk. Aan het einde van de zettingsperiode halen we een deel van de voorbelasting weg. Een deel blijft liggen ter versterking van de stabiliteit van de dijk. De dijk tussen de kaap en de T-splitsing bij de Laagschardammerweg versterken wij met een binnenberm, die naast de weg wordt aangelegd. Van de T-splitsing tot gemaal Zeemantel passen we op het huidige voorland een kleine buitenwaartse asverschuiving toe. Tussen gemaal Zeemantel en de Hoornsluis wordt de dijkbekleding buitendijks vervangen. Om de overlast voor de omgeving te beperken, voeren wij het meeste materiaal aan over het water. Hiervoor leggen we in het verlengde van de oeverdijk en ter hoogte van de kaap een tijdelijke buitendijkse transportbaan aan. Na de dijkversterking blijft de huidige weg, inclusief fietsverbinding, gehandhaafd. Op de kruin van de dijk komt een wandelverbinding. Tussen de T-splitsing en gemaal Zeemantel schuift de weg een stukje op naar buiten. De T-splitsing wordt aangepast.